CitySwim 2023 gaat dit jaar weer van start. Samen met Duitse verenigingen en de stadsbesturen van de gemeenten Wassenberg, Roerdalen en Roermond. Het internationale spektakel CitySwim Roermond is elk jaar weer een beetje anders. Nou, we gaan weer als van ouds op de Maas zwemmen. Dat is in ieder geval anders. We gaan een wat apartere race organiseren in de Effelderzee. Met wat meer hindernisjes en zeker ook voor de kids erg leuk. 3,8 kilometer. Maar ja, net als voorgaande jaren de lange afstand. En in Roermond gaan we weer de Maas op zwemmen. Dat is best nieuw. Dat hebben we vorig jaar niet gedaan. En wat is het nieuwe goede doel? Het nieuwe goede doel, dat is een stichting die we gaan initiëren. En die stichting die heet Samen Bewegen. En die heeft tot doel om met de opbrengsten van de donatiegeld voor de komende jaren ook mensen met dementie meer toegang te bieden tot bewegen. Zwemmen, dansen, zelfs voetbal. Een nieuwe stichting dus? Het wordt een nieuwe stichting, wordt onafhankelijk en los van de stichting Roermond CitySwim. Die dat met professionals en mensen met verstand van zaken, die dat gaan organiseren en uitvoeren. Wat vind je van het nieuwe goede doel? Ja, ik ben daar heel erg blij mee. Ik voel me echt verguld zelfs. Ja? Want het levert een enorme bijdrage aan dementievriendelijk Roermond. Want we zijn bezig met die doorontwikkeling. En we willen echt dat dementie en mensen met dementie een plek krijgen in onze samenleving. En het idee dat nu verenigingen worden uitgenodigd om iets te betekenen voor mensen met dementie. Om ze uit te nodigen en kijken van hoe kunnen jullie nog meedoen. Onder professionele begeleiding of met mantelzorgers samen. Ja, daar kan je alleen maar blij van worden. Dat is echt geweldig. Ja, hoeveel mensen met dementie heb je in Roermond op dit moment? Op dit moment leven er 1000 mensen met dementie in Roermond. En de verwachting is in 2040 dat dat is verdubbeld. Dat er 2000 zullen zijn. Dus het neemt echt enorme vormen aan. En we gaan dat zo dadelijk allemaal tegenkomen. En het is goed dat ook die mensen gewoon een plek hebben in onze samenleving. Want, zo hoort het, hè? Ja, we zeggen altijd iedereen moet mee kunnen doen. Dus het geldt ook voor mensen met dementie.